midden van hun natuurlijke omgeving vinden een groot aantal uitheemse dieren hier een tehuis. Ouwehands Dierenpark op beelden uit de jaren 30. Vanuit het hele land komen bezoekers naar Rhenen om dieren te kijken. Maar tijdens de mobilisatie verandert de dierentuin in militair gebied. Rondom het dierenpark ligt de Grebbelinie en in de zoo staan kanonnen klaar voor gebruik. De dieren vormen voor de Nederlandse soldaten een potentieel gevaar, weet historicus Rob Meeuwis. Zodra de oorlog uitbreekt, dan is het heel gevaarlijk. Als de dieren losbreken, dan zwerven ze door de loopgraven enzovoort. Dat kan je gewoon niet hebben. Dus de dieren werden op last van het ministerie doodgeschoten. En dat heeft Cornelis Ouwehand zelf gedaan. Want hij vertrouwde de Nederlandse soldaten en hun schietkunsten niet. Met een jachtgeweer maakt Ouwehand een moeilijke tocht door zijn dierentuin. Eén voor één schiet hij de leeuwen, wolven, tijgers en beren af. Goede verzorging, medische verzorging, alles ben je continu mee bezig. Dat is een enorme klus. En als je dan opdracht krijgt om alle beren en alle leeuwen en tijgers dood te moeten schieten. Elk schot wat je moet afgeven, wat hij heeft afgegeven met zijn geweer, dat moet hem enorm pijn gedaan hebben. Op een goed moment komt Ouwehand aan bij het ijsberenverblijf. Maxi heeft net jongen gekregen. Ouwehand kan de trekker niet overhalen. Nou, als ik deze nou achter de betonnen muur in het hok laat en ik geef ze voldoende voer en doe het hek dicht, dan hebben we misschien de kans dat ze het overleven. De dierentuin ligt een paar dagen later midden in de vuurlinie. Na hevige gevechten is er weinig van over. Als Ouwehand terugkomt, blijken de ijsberen verzwakt, maar nog in leven. Ze staan symbool voor de wederopbouw. In 1942 gaat de dierentuin weer open. En het wordt meteen een recordjaar. Zowel Duitsers als Nederlanders staan in de rij voor een kaartje. Met dank aan de slag om de Grebbeberg. De kranten stonden vol met verhalen over de Grebbeberg. Nou, heel veel dagjesmensen die kwamen dus deze kant uit. En het gevolg daarvan was ook natuurlijk dat ze dan ook de dierentuin bezochten. Dus toen sloegen ze twee vliegen in één klap. Dus de Grebbeberg, de erebegraafplaats, plus Ouwehands Dierenpark, was natuurlijk erg een eigen trekpleister. Van de dierentuin uit die tijd zijn alleen de toegangspoort, een herinneringsbank en het oude ijsberenverblijf nog terug te vinden. En er is dat bijzondere verhaal van de directeur die zijn dieren moest doden. Een verhaal dat volgens Meeuwis verteld moet blijven worden. Een stuk geschiedenis van wat hier op de Grebbeberg gebeurd is. Een tragedie, ook voor die dieren gewoon.